Hoe leef je eigenlijk toe naar woensdag? Ja, het is hartstikke mooi. Dat, er zijn zoveel kaarten al verkocht. Er is zoveel voor gepromoot, ook van door onszelf en door jullie. Ja, het stadion is bijna uitverkocht en ja, voor deze wedstrijden doe je het eigenlijk. Woudestein, is dat mooi of is het ook jammer dat het niet hier is? Ja, aan de ene kant is het jammer dat het niet hier is. Aan de andere kant, het is hier 5 minuten vandaan. En, ik heb daar niet zo'n moeite mee, moet ik zeggen. Je loopt al een tijdje rond in het voetbal. Maar je weet ook hoe bijzonder het is. Je kan gewoon met Capelle de kwartfinale halen. Dat is natuurlijk bizar. Het is echt super bizar. Ik vind ook dat als wij dit nog weggeven, dat mag je gewoon niet laten gebeuren. Maar aan de andere kant, zo denkt VVSB natuurlijk ook. En ja, wij gaan gewoon vol voor die wedstrijd en wij gaan gewoon vol voor de winst. Ja, maar het is precies wat je zegt. Misschien hoopt de mensen wel Feyenoord of iets dergelijks, maar dan komt VVSB eruit. Dan denk je, ja, dit is zo'n unieke kans. Ja, op zich, we zijn nu in de kwartfinales natuurlijk. Of in de achtfinales. En dat heb Capelle ook nog nooit gehaald, dus je hebt al geschiedenis geschreven. Ja, en je kan nu nog meer geschiedenis schrijven. En ik denk, als je deze kans laat liggen, dan dat wil dom zijn. 80ste minuut, 0-0. En dan vanaf een metertje of 50, is dat een idee? Goed idee. Staat. Ja, je hebt ervaring mee, toch? Ja, dat zeker, zeker. Maar het is wel waar, als je MVV en Dordt hebt gehad, dan weet je ook in het team, jullie kunnen echt wat doen. Jullie kunnen echt wat betekenen. Ja, zeker. Ze zijn ook bekeken en we weten een beetje hoe en wat en hoe ze spelen. En ja, zoals ik al zei, ik vind niet dat je te veel uit moet gaan voor de krachten van de tegenstander. Uitzondering dan met MVV en Dordrecht. Maar als je een zondag topklasse loopt, dan vind ik dat je gewoon uit moet gaan van je eigen krachten. En dan gewoon in de kwartfinale Feyenoord eruit, hè? Nee, dat doe maar wat anders, want ik ben zelf verfijnd. Dat is natuurlijk waar, ja. En wat moet het dan worden? Wie zit er nog in? Groningen? Is dat, Groningen uit. Ik heb een leuke overnachting boeken daar zo met z'n allen en dan maak ik nog een leuk feestje van daar. Wat in? Ja, Groningsfeestje. Oké, man. Hey, succes woensdag. Ja, dankjewel.